Dag iedereen en welkom op mijn kanaal. Mijn naam is Stijn en vandaag gaan we het hebben over elektrische lading. We hebben gezien dat om een spanning te creëren, dat wij positief en negatief geladen deeltjes van elkaar gingen scheiden. Een stroom, dat was dan het transport van negatief geladen deeltjes van de ene kant van de batterij naar een andere. Dus die negatief geladen deeltjes die dat wij verplaatsen, je hoort het al, deeltjes. Hè? Als je één deeltje apart gaat beschouwen, dan beschouw je ook automatisch de kleinste hoeveelheid energie, de kleinste hoeveelheid lading die je kan verplaatsen. Nu, als ik even deze figuur erbij pak, zie je hier een koperatoom met daar rond allemaal elektronen. Als wij een elektrische stroom laten vloeien van de ene kant van de batterij naar de andere, dus van de ene kant van een geleider naar de andere kant van een geleider, dan verplaatsen we eigenlijk een hoeveelheid elektronen. Elektron is dus de kleinste hoeveelheid energie, kleinste hoeveelheid lading die je kan verplaatsen. Als je dus een bepaalde tijd lang een stroom laat vloeien, zal je dus meer dan één elektron van de ene kant naar de andere kant verplaatsen. Dat is een aantal elektronen, dus een bepaalde hoeveelheid lading die evenredig is aan het aantal elektronen verplaatsen van de ene kant naar de andere kant. De grootheid waar wij lading mee uitdrukken, stellen wij voor met de letter Q. En de eenheid van lading stellen wij voor met de letter C, wat staat voor Coulomb.